Dag Mark, ja, we weten het allemaal. De Belg die heeft een voorliefde voor vastgoed. En de voorbije jaren hebben we gezien dat vastgoed in opmars was. Onder meer omwille van de vergrijzing van de bevolking, het gunstige renteklimaat, maar evenzeer de gunstige fiscale regels. Nu, veel Belgen die dromen nog altijd van een tweede verblijf, al dan niet in het buitenland. En ik stel voor dat we in de video van vandaag eens focussen op de juridische en fiscale aandachtspunten. Mark van der Vloed, jij bent vermogensplanner bij de Grof Peterkamp en jij weet daar bijna alles over, zullen we maar zeggen. Om te beginnen, Mark, iemand die vastgoed wil gaan aankopen, een tweede verblijf, waar moet hij op letten? Wat zijn de voorbereidingen die je moet treffen? Eerst en vooral is het belangrijk een zicht te krijgen op de totale kostprijs van het project. Daarmee bedoel ik niet alleen de aankoopprijs, maar ook de fiscale kosten, kosten van financiering, kosten van onderhoud en beheer van het vastgoedpatrimonium. Ook de renovatiekosten moeten in rekening worden gebracht als die er zijn. En wat die laatste betreft is het interessant te vermelden dat er sedert dit jaar in Vlaanderen een renovatieverplichting geldt voor residentiële woningen en appartementen. En die betrekking heeft op de energiezuinigheid van de woningen. Die regelgeving zal in de komende jaren alleen maar strenger worden. In die zin dat wij denken dat energiezuinigheid voor de residentiële vastgoedmarkt wel eens een echte gamechanger zou kunnen worden. Zijn er nog andere vragen die je moet stellen, Mark, bij de aanschaf van een tweede verblijf? Wel, andere vragen zijn de vraag naar de bestemming. Zal ik het onroerend goed alleen zelf gebruiken? Ga ik het eventueel verhuren? Wordt het misschien in de toekomst mijn residentie? Vraag naar de financiering. Ga ik aankopen als privépersoon of zal ik eventueel aankopen via mijn vennootschap? Heeft dat zin om dat te overwegen? Ga ik mijn kinderen bij de aankoop betreffen in het kader van een vermogensplanning? En tenslotte, wat is de fiscale impact van de aanschaf van dat tweede verblijf? Een ganse voorbereiding dus, en die voorbereiding wordt alleen maar nog belangrijker als het gaat over een tweede verblijf in het buitenland. Hoe zit dat eigenlijk met de fiscale behandeling van vastgoed in het buitenland? Wel, in de meeste gevallen zal men belast worden in het land van de ligging van het tweede verblijf. Dat zal zo zijn voor de fiscaliteit die betrekking heeft op de aankoop, registratierechten, BTW, als voor wat betreft het bezit, de eventuele verhuring, als voor wat betreft de fiscale regels van toepassing op de overdracht, hetzij via verkoop, schenking of naar aanleiding van overlijden. Het is dus belangrijk die fiscale regels goed te kennen en te begrijpen voorafgaand. Zeker omdat die in sommige gevallen verschillend kunnen zijn van de regels die we als Belgisch Rijksinwoner gewoon zijn. Ik verwijs daar bijvoorbeeld naar het feit dat verschillende landen een of andere vorm van vermogensbelasting kennen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Frankrijk, wanneer de waarde van het onroerend goed een bepaalde drempel overstijgt. Dat zal ook het geval zijn in Spanje, waar de tarieven in zaken vermogensbelasting bovendien nog eens sterk verschillen naar gelang de regio waar het onroerend goed gelegen is. Daarnaast zal men in sommige gevallen ook een belasting dienen te betalen op de gerealiseerde meerwaarde naar aanleiding van verkoop. Dat zal opnieuw het geval zijn in Frankrijk en Spanje, maar ook bijvoorbeeld in Portugal. Belastingen betaal je dus in het buitenland, maar moet je ook de Belgische fiscus op de hoogte brengen van zo'n aankoop? Dat is het geval, ja. Als Belgisch Rijksinwoner moet u jaarlijks uw wereldwijde inkomen opnemen in uw aangifte persoonbelasting. Ook al is dat inkomen gegenereerd in het buitenland en ook al werd dat daar reeds aan belasting onderworpen. Mark, is er dan geen risico dat je twee keer belastingen gaat betalen? Een keer in het land waar het vastgoed ligt en een keer in je Belgische personenbelasting? Nee, want daarvoor zijn de dubbelbelastingverdragen. Dubbelbelastingverdragen gaan de heffingsbevoegdheid regelen tussen de twee landen. En België heeft dergelijke dubbelbelastingsverdragen met de meeste populaire vakantiebestemming. U zal dus jaarlijks het inkomen van uw buitenlands vastgoed moeten opnemen in uw aangifte, maar als er zo'n dubbelbelastingsverdrag is, zal België dat inkomen vrijstellen, maar zal er wel
mee rekening houden bij het bepalen van het belastingtarief voor uw andere inkomsten. En hoe zit dat dan bij successiemark? Is er ook daar een risico dat je twee keer belasting zou betalen? Wel, het risico is er effectief. Dus theoretisch is er een risico op dubbelbelasting. Eenmaal erfbelasting of successierechten in het land van de ligging van het onroerend goed. Een tweede maal in België, aangezien bij overlijden van een Belgisch rijksinwoner zijn of diens erfgename erfbelasting verschuldigd zullen zijn op zijn wereldwijde vermogen, waar het ook gelegen is. In zaken successierechten heeft België twee dubbelbelastingverdragen afgesloten, één met Frankrijk en één met Zweden. Maar gelukkig is er in zaken successierechten een bepaling in ons interne recht die stelt dat de in het buitenland betaalde belasting kan worden verrekend met de in België verschuldigde successiebelasting. Kortom, Mark, daar komt nog maar eens de duidelijke nood aan een goede vermogensplanning naar voren. Absoluut. Ook in zaken het tweede verblijf is een vermogensplanning aangewezen. En zeker als het een tweede verblijf in het buitenland betreft, is een goede begeleiding aangewezen. Een goede begeleiding, daarmee bedoel ik begeleiding door professionelen die vertrouwd zijn met de Belgische fiscale en juridische regels en met de lokale regels. Aangezien de in België doorgaans gebruikte planningstechnieken niet zomaar implementeerbaar zijn in het buitenland en omgekeerd. Mark van der Vloed, bedankt voor uw toelichting. Dank u.